aan de jonge parlementariër Nisha Jhakri van de VHP. Vroegen wij wat zij vindt van hetgeen de regering Bouterse Adien heeft achtergelaten voor de regering Santokki-Breunswijk. Jhakri die reageerde als volgt. Als parlementariër, toen u dat allemaal hoorde, wat ging er in u om? Nou, als eerste, het is heel erg triest dat mensen zo omgaan, dat regeerders zo omgaan met de staatsmiddelen en met het volk van Suriname, aan wie u trouw hebt beloofd dat u zal werken voor hun. Ik heb het ook al eerder in mijn interviews aangegeven. Je gaat het pas weten wat de schade aangericht is in je huis door houtleuzen als je echt gaat beginnen te renoveren. En precies zo zie je ook. Je zag het waarschijnlijk niet dat het zo groot was, de schade die aangericht is. En na de inventaris wat je allemaal hebt gezien en meegemaakt, zie je dat het vele malen erger is dan wat je had gedacht. En het enige wat ik kan zeggen op dit moment, het is heel erg triest. Het is een nalatenschap van de regering aan de toekomstige generatie die heel erg triest te noemen is. Ja. En wat zal dan dus de nieuwe regering moeten doen om hier bovenop te komen? We hebben een aantal punten aangehaald, zoals een grondige onderzoek. En daar blijf ik nog steeds en daarvoor sta ik nog steeds. We moeten al de zaken laten onderzoeken. Als er er zijn gewoon corruptiezaken, dus die moet je gewoon laten onderzoeken. Mensen laten opsluiten, maar niet alleen opsluiten. De gelden van het volk terug laten halen. Het maakt niet uit in welke bank u hebt gestort, waar u het hebt gezet. Die gelden moeten terugkomen. Het is van de staat, het is van het volk. En wij hebben dat nodig voor de verdere ontwikkeling van ons land. Je kan de toekomstige generatie niet verpanden voor uw eigen belang, voor uw eigen winst, voor uw eigen doel. Ja. Dus we gaan sowieso onderzoekingen moeten laten instellen. Ja. En welke taak is er weggelegd voor het parlement wanneer nu men dit heeft ontdekt, hoe slecht het gaat met de economie? Wat denkt u dat de taak is van het parlement in deze nu? We gaan sowieso onze ondersteuning geven waar het nodig zal zijn, vooral bij het laten onderzoeken van al die corruptiezaken. Het instellen van de commissie zullen wij ook onze stem laten horen. En daar waar het nodig zal zijn, zullen wij altijd de regering ondersteunen met betrekking tot voor het laten onderzoeken van al de zaken die mis zijn gegaan de afgelopen 15 jaren. En de mensen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, wat zal het parlement moeten doen? Ik heb het ook aangehaald. Niet alleen laten opsluiten, maar ook de gelden laten halen waar ze het ook hebben gezet. Ja. Het volk zal het dus de komende tijd niet gelijk makkelijk hebben? Nee. Ze zullen het niet makkelijk hebben. Het is eigenlijk een gat in de bodem die niet zo makkelijk te dichten is. Maar we verzekeren u wel, u hoeft niet in paniek te raken. De huidige regering zal er alles eraan doen om het leven van u zoveel mogelijk aangenaam te maken. En we gaan zeker met plannen komen en dat zult u wel op een zeer korte termijn van ons opmerken. Ja, want we zien nu al dat mensen heel wat reacties plaatsen op social media. Nu met de aankondiging van de president dat men bij de benzine, dus dat men bij de government take met 1 SRD verhoogt. We zien dat heel wat mensen daar al hun kanttekeningen plaatsen. Oké, laat me dan duidelijk zijn. Er is nog geen besluit genomen daarover. Het is slechts gezegd geworden. In hoeverre wij daarmee akkoord zullen gaan. We hebben de documenten nog niet gehad. We hebben het nog niet ontvangen. Met hoeveel het verhoogd zal worden. Dus we wachten nog steeds op de officiële bericht. Als er stukken in de DNA zijn beland, zullen wij dat verder behandelen. Nogmaals, u hoeft nog niet in paniek te raken. Omdat wij de stukken nog niet hebben gehad. We hebben nog niet ontvangen. En het is nog geen officiële besluiten genomen daaromtrent. Ja. U bent een jonge politici, jonge Surinaamse. Sowieso zit iedereen boordevol ideeën en plannen hoe een land ook te helpen ontwikkelen.
volgens u, waar zou men bijvoorbeeld geld gaan zoeken om de economie van het land weer gezond te maken? Sowieso, je gaat even kijken wat onze buitenlandse schuld is op dit moment. En hoe ga je ervoor zorgen dat jij dus dan met de buitenlandse Surinaamse schuldenaars even kan praten. Om hun te vragen voor versoepeling van de rentebetaling. Maar hoe gaan wij onze geld geld halen? Dat hebben wij nodig. En een van de punten waarbij wij ook ons werk hebben gemaakt is, we zien dat er een heleboel grondhuren zijn. Laten wij dus dat maken tot eigendoms. En daarvoor betalen de mensen een bepaald bedrag, waardoor je dan een bepaalde hoeveelheid binnenhaalt. Ook het afschaffen van de dubbele salarissen. Ik ben nog steeds voorstander ervan. U als mens, u moet het kunnen overleven en u moet het kunnen inleveren. En het beste is afschaffen van dubbele salarissen. Ja, wat zegt u vooral aan de jonge Surinamers? Want ze kijken op naar u. U bent als jongeling ook helemaal nu een voorbeeldfiguur in het parlement. Wat zegt u vooral aan jongeren voor deze periode? Het is een heel moeilijke periode voor de jongeren, vooral die in hun opbouwende fase zitten. Geeft u de hoop niet op. De huidige regering die zal er alles eraan doen dat er weer investeringen komen, gepleegd kunnen worden in ons land, in Suriname, zodat u ook kunt starten met uw ondernemingen. De hoop maar niet opgeven.